Welkom bij deze 10 minuten geleide meditatie van Open Up. Tijdens deze meditatie zullen we ons richten op de ademhaling. Mindful ademen is een zeer eenvoudige, maar krachtige meditatieoefening. De ademhaling is namelijk onze verbinding met het zenuwstelsel en kan je helpen om te kalmeren, bijvoorbeeld wanneer je je gespannen of angstig voelt. Wanneer je sterke emoties ervaart, zoals angst, zorg er dan eerst voor dat je je goed en veilig genoeg voelt voordat je aan deze meditatie begint. Als je merkt dat je tijdens de meditatie te veel ongemak ervaart, dan kun je altijd stoppen met de oefening. Neem even de tijd om aan te komen in je meditatiehouding. Check of je comfortabel zit. In een houding waarin je je lichaam als het ware even aan zichzelf over kan laten. Een houding die geen moeite kost en geen ongemak oplevert. En als je zo zit, breng dan de aandacht eens naar de adem. Wees je bewust van de adem zoals die op dit moment het lichaam in en uitstroomt. En volg de stroom van de adem met aandacht. Jezelf als het ware mee laten deinen op de golfbeweging van de adem. Uiteraard kan het gebeuren dat je opmerkt dat je aandacht afdwaalt. En steeds als je dat opmerkt, kun je de aandacht weer vriendelijk terugbrengen, met mildheid. Wetende dat afdwalen erbij hoort, zo werkt onze geest nou eenmaal. En als je het dan hebt opgemerkt, breng je de aandacht gewoon weer terug naar de adem, precies waar die op dat moment gebleven is. En zo kun je de adem gebruiken als een soort anker om weer terug te keren naar het huidige moment. Inademen. En uitademen. En voel de adem diep in je buik. Het rijzen en dalen bij elke in- en uitademing. En als je wil, kun je je hand op je buik leggen, om je nog meer te kunnen richten op de beweging bij elke ademhaling. En kijk of je je aandacht zo goed als je kunt bij de ademhaling kunt houden. Als dit comfortabel is en je je goed genoeg voelt, kun je beginnen met je ademhaling langzaam te verdiepen.
Misschien kun je bij elke inademing een beetje meer lucht in je buik brengen. Je hoeft het niet te forceren, doe het gewoon rustig en kalm. En je kunt ook je uitademing wat langzamer en langer maken. Bijvoorbeeld uitademen door je mond, alsof je een kaars uitblaast, niet met kracht, maar met een hele lange, rustige uitademing. Inademen en uitademen. Je kunt ook de lengte van de inademing en uitademing tellen. Doe dit in je eigen ritme, bijvoorbeeld 4 tellen inademen en weer 6 tellen uitademen. En waar is je aandacht nu? Als je merkt dat je bent afgedwaald, dan ben je eigenlijk alweer bij de oefening. En dan kun je je aandacht gewoon weer rustig keren naar de ademhaling. Naar de beweging of het tellen van de adem. En dan kun je de aandacht op de ademhaling ook weer een beetje loslaten. Misschien gewoon even zo zitten. Gewoon normaal doorademen en gewoon even zijn. En niets anders te hoeven doen. En zo komen we alweer langzaam bij het einde van deze oefening. En neem even de tijd voor jezelf om de oefening te beëindigen. In je eigen tempo zonder haast. Misschien voel je je nu vredig en ontspannen. Of misschien zijn er nog wat emoties voelbaar in je lichaam. En beide is oké. Als je wil, kun je langzaam een beetje in beweging komen, wat rekken en wat strekken. Doe wat voor jou goed voelt. En wanneer je er dan klaar voor bent, kun je je ogen openen als ze gesloten waren. En weer terugkomen in het hier en nu, in de ruimte waar je in bevindt. Bedankt voor het oefenen van deze meditatieoefening met mij.
Ik wens je een hele fijne dag.